enorm voor klaar. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ja, Maurice de Hond, u heeft wel eens gezegd dat u schoenen naar de tv gooit op bepaalde momenten. Was het ook een schoenengooi moment? Nou, dat was toen je net liet zien. Toe dan. Ja. Hemelsvaartdag, toen het zo prachtig weer was en iedereen buiten was. En toen kwam burgemeester Bruls zeggen van, goh, als ik zie hoe jullie allemaal bezig zijn. Nou, dan moeten we binnenkort harde maatregelen nemen, want dat mag niet. Ja, dat is een moment waarop ik in de schoen gooi. Ja. U wilt al heel lang een gesprek met het OMT of iemand van het TVM. U wilt in debat gaan. Dat is gebeurd. Meneer Vos was daarbij. Hoe is dat gesprek verlopen? Nou, op zichzelf heel vriendelijk en interessant. Niet alleen meneer Vos, maar nog een mevrouw Vos. Dus ik dacht, tegen de hond zetten ze twee Vos. en toen ben ik, maar afgelopen weekend ben ik eens over gaan nadenken. En toen dacht ik, nou, we praten eigenlijk langs elkaar heen. En jullie hebben elkaar niet gevonden in het gesprek? Ja, wel, het was een goed gesprek. Maar waarom praten we langs elkaar heen? Want volgens mij, ook bij de inleiding, werd gewoon verkeerd neergezet. Wat ik eigenlijk gedaan heb. Ik ben ook wetenschapper. Ik ben opgeleid als sociaal geograaf. Ik heb college gegeven, statistiek en onderzoek. En wat ik heel goed in ben, is data-analyse. En wat ik gedaan heb, is, en daar komen we direct op, allerlei data geanalyseerd. Nou, en dan zie je patronen, maar daar kan ik nog geen conclusies uit trekken, want ik ben niet zo geleerd op dat vakgebied als professor. Maar als ik dan vervolgens studies zie, en die ga ik dan lezen, en die studies onderschrijven datgene wat je dan uit je data haalt, dat is het moment dat ik een blog schrijf of een artikel schrijf. En ik heb er 100 geschreven vanaf afgelopen maart. En elke keer schrijf ik hoe ik ertoe kom data. Welke studies ik heb gezien die dat bevestigen. En dat is ook wetenschap, ja. Alleen met een andere invalshoek. Ja. En daarin merk ik, omdat mijn aanvliegroute vanuit data is, dat is een andere aanvliegroute als je viroloog of epidemioloog bent, of microbioloog, zoals professor Vos, waar ik groot respect voor heb. Maar zijn insteek is een andere dan de mijne. Is zijn aanvliegroute een reden om niet met hem om de tafel te gaan zitten? Kijk, u heeft het wel gedaan, maar heel veel virologen willen het ook niet. Ja, misschien is ik zit nu hier, de rest zit lekker thuis. Je weet wie niet de slimste part bij de OMT is, maar dat is natuurlijk een groot verschil. Nee, zeker niet. Hè? Ik vind, in principe vind ik out-of-the-box denker, hè? Dat vind ik alleen maar goed. Dus er moet altijd naar luisteren. En ik denk dat je ook een punt hebt, hè? Of u. Dat er een punt is, definitief. Hè? Wel, daar, ik heb goed geluisterd, ik heb gehoord aerosol, het komt niet naar buiten. Dat hoor je niet in het riddel van Rutte, wat je net gehoord hebt, daar veelt aan het eind. En goede ventilatie, dat zou je misschien erbij moeten zeggen. Maar grappig vind ik daarbij wel. Wel, wij zeggen altijd, het is de directe overdracht van het virus, nou, door de grote druppels. Het is de contact met de omgeving. En mogelijk is daar ergens een rol voor aerosol. En dan wordt verweten, verweten is overdreven, maar er wordt gezegd van jullie luisteren niet, het is 95% aerosol, las ik vanochtend in de AT blijkbaar. En dan zeg ik van, dat is omgekeerde wereld. Ja, wij hebben alle drie en die hebt maar één. Dat is het grote verschil tussen jullie. Je zegt steeds van die 1,5 meter is superbelangrijk en dat zegt Rutte ook. En u, meneer de Hond, zeg maar even, u zegt ja, die aerosolen zijn minstens zo belangrijk als die 1,5 meter. Daar gaat eigenlijk steeds een debat over. We hebben een aantal stellingen, die gaan we even voorleggen. Ja. De eerste stelling is, aerosolen zijn van een minimale invloed op de besmetting van het coronavirus. Dat is wat het OMT vindt en wat u dus ook vindt. Waarom bent u daar zo stellig over dat het een minimale invloed heeft? Nou ja, dat is de OMT-uitspraak of de RIVM-uitspraak. Ik denk dat er definitief een rol voor weggelegd is, hebben we ook altijd gezegd. Niet alleen in de zorg, waar we heel veel handelingen hebben bij aerosol bestaat. Maar we hebben ook gezegd, en daardoor kwam al de OMT-advies over koren en andere dingen zo laat. Er zijn bijzondere situaties met slechte ventilatie waar het een probleem is. En sterker nog, het RIVM heeft een stuk van 18 mei gepubliceerd over ventilatie en aerosolen, waarin dat beschreven staat. Maar daarin staat wel, het heeft geen grote invloed op de uitbraak van het virus. Het leuke is, respiratoire virussen, zoals de COVID dat er nu gekomen is, of influenza en andere, die hebben klassiek, de standaard overdracht is via de grote druppels en de contact. Dat die vrij komen bij het breken en bij handen geven. Ja, dat is de basis. Dat is zeg maar zoals de parachute bij het parachutepringelen. Als je dat niet hebt, moet je niet over discussiëren. Er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Wel, dat zou nooit geaccepteerd worden. We zien hier trouwens even die aerosolen, hoe dat werkt. Dat zijn de grote druppels, die vallen vrij snel naar beneden. Ja. En de kleine druppels, die blijven hangen in de ruimte.
En jouw stelling, Maurice, is die zorgen voor het voornaamste deel van de besmettingen. Ja, en dat zal ik onderbouwen waarom dat is, want dat is niet omdat ik dat concludeer. Er zijn ook heel veel stukken die dat ook inmiddels zeggen. Maar wat is het belangrijkste wat ik ben tegengekomen, als ik naar statistisch keek, waar ik had groot respect voor wat we half maart hebben gedaan, de juiste beslissingen enzovoort. Dan kijk je naar de getomme data binnen en het interessante uit die onderzoeken blijkt, wat ik totaal niet had gedacht, namelijk dat eigenlijk mensen thuis helemaal niet zoveel besmet worden door een patiënt. Over welk percentage hebben we dan? Hoeveel? 10 tot 25. Terwijl thuis zit je binnen anderhalve meter van een patiënt. Als het via voorwerpen zou gaan, nou als er één plek waar veel voorwerpen aangeraakt worden met besmet, dan zou het thuis zijn. Dus ik dacht dat wordt 70-80%. Dat is 20-25%. Dan zie je, dat heet de superspread events, die heel veel voorkomen, want inmiddels blijkt uit studies dat 10% van de mensen besmet 80% van de volgende. En dat gebeurt bij zogenaamde superspread events. Weet u hoe dat komt? Ja, maar dat is nu wat ik wil vertellen. Ja. Als je dan kijkt, bijvoorbeeld een koor waar één persoon 50 van de 60 aanwezigen besmet. Je hebt de gevangenis in Amerika waar 1800 mensen zijn besmet. Je hebt zorginstellingen waar 150 mensen zijn besmet. En dan wordt gezegd, als jij thuis blijkbaar binnen korte afstand maar 20% besmet, waarom kan jij als persoon ineens zoveel mensen besmetten? Omdat de aerosols gaan vliegen, dat zijn de virussen. En als je die maar lang genoeg inademt, want je bent er niet meteen één keer inademen, dat heet zogenaamd de viral dose, dan kan je daar ziek door worden. Dat blijkt niet omdat ik dat zeg. Ik ben 10, 20 studies tegengekomen die dat ook zeggen. En zo zijn er nog 100 over de rest. Want de superspreader, die bestaat. Ja, dat is een soort superman onder de verspreiders. Zou kunnen zijn. Dat kan ook best zijn omdat er iemand rond is die iedereen ter begroeting van het begin van de koorprobe maar omhelst. Ik zeg het maar. Het kan zijn, maar het kan ook zijn die aerosolen. Dat is in die kleine ruimte. Maar vergeet je niet, op een moment zoals wij in maart, april hadden, waar dus heel veel community transmissies, waar heel veel mensen ziek zijn, daar zijn natuurlijk weer, wij pikken daar één iemand uit en zegt, dit is de superspreader. Maar misschien zijn daarna nog 3 of 4 asymptomatische dragers of mild symptomatische mensen die ook al ziek waren, die ook al bijgedragen hebben aan die dingen. Ja, want ik herinner me nog dat u een keer eerder was, toen was er een uitbraak in Duitsland, in een kerk. Precies. Toen suggereerde ik, zou dat door aerosolen kunnen komen, en toen zei u vrij stellig, nou, ik denk het niet, daar geloof ik niet in. Dat is waarschijnlijk gebeurd tijdens de koffie, dat de mensen elkaar handen gaven, dat ze elkaar aan de afloop gingen eten met elkaar. Afgelopen even samen in de auto daar naartoe gereden zijn, want ik ben elkaar van buiten, dus 60 mensen, wat u ook zegt over die bussen die naar de voetbal gereden zijn. Infectieziekten zijn bijna altijd multifactorieel. Er is niet één reden waarom ze ontstaan, er zijn heel vele redenen voor. En ik vond het leuk en ik vond het goed en echt respect voor het onderzoek. Ik zou zeggen, publiceren in een echte journaal in plaats van een post op de ding. Dan wordt het ook echt door collega's gelezen, waardeerd. En dan komt het daar waar het terecht moet komen, want dat ook dus academisch. Doen wij ook. Maar daarna zou ik zeggen, is het echt nu belangrijk te zien van, niets heeft maar één reden. Het is niet 95%. Ik heb al naar de schoenen gekeken of je zo vliegt, maar is het nog aan. Maar dat is het andere punt. Jij bent heel kritisch op die anderhalve meter. Jij zegt dat is helemaal niet nodig. Laat me even alsjeblieft antwoord geven op hier. Ja. Kijk, het wordt net gedaan alsof ik het allemaal zeg. Op 2 juli heeft professor Adamant Coding geschreven in New York Times, just stop the superspreading. En die zeiden, ze hadden in Hongkong onderzoek gedaan, in Israël, Japan. En wat blijkt, tot hun eigen verbazing, 10% van de mensen besmet 80, 20% besmet 20, 70% besmet niemand. En ze zeiden, letterlijk, staat in dat artikel, wat trouwens vandaag herhaald is in een ander artikel, als jij zorgt dat die superspread events niet gebeuren, dan gaat het die kant op met de besmetting. Maar wat betekent dat concreet? Wat moeten we dan allemaal niet doen? Ja, dat, als je maar niet blijft accepteren dat het via de lucht gaat, dan roep je alleen anderhalve meter, anderhalve meter, anderhalve meter. En wat moet je dus roepen? Nee, en wat krijg je dan? Bijvoorbeeld de slachthuizen worden heel veel mensen besmet over de hele aarde. Waardoor komt dat? Door de kou in de lucht, door lage temperatuur, waardoor het virus blijft zweven. Mensen ademen het in, lange tijd, en worden dan ziek. Ja. En wat moet je dus doen om nou te voorkomen dat soort superspreading events gebeuren, niet
ze afgelasten. Dat hebben we nu gedaan en terecht. Ik denk dat het niet komt door de anderhalve meter dat we minder besmet zijn geworden. Maar juist doordat we al die samenkomsten hebben verboden. Maar in het najaar gaan we een situatie krijgen dat we weer wel... Kijk, we kunnen zeggen we kunnen voor de rest van ons leven die samenkomst verbieden. Maar dat is niet nodig. Je moet zorgen dat bij die bijeenkomsten waar het kan gebeuren, waar slechte ventilatie is, waar het virus lang in de lucht blijft hangen, die moet je vermijden. Ja. Niet door die bijeenkomsten maar door het uit de lucht te halen. Maar dat bestrijdt u niet voor mij. Wij bestrijden het niet. Het enige verschil is dat wij zeggen, wij hebben het over wat is de bijdrage van de aerosolen tegenover de rest. Ja. Nou, en dat vind ik, ik moet eerlijk zeggen, voor de volksgezondheid, maar ik ben een man van de veiligheid, dat is mijn opdracht. Ook mijn opdracht, die, tenminste zo zie ik mijn rol in het OMT. Wij kijken daarnaar, hoe hou je dit land gezond? Wat de politiek daarmee doet is een ander vraag. Vind ik het een risico om te zeggen, en dat mensen nu denken, wij goede ventilatie en dan is geen probleem meer. Maar dat moet wel heel duidelijk worden. Nee, het probleem is juist dat er nu gezegd wordt, anderhalve meter, dan is er geen probleem. Maar daar wil ik even iets over vragen. Waarom zeg jij dat is niet belangrijk? Nee, wacht even. Jij zegt steeds, die anderhalve meter is onzin. Nou, in de eerste plaats, buiten is het complete onzin. Buiten word je besmet. En dat we nu nog gedwongen worden, terwijl er bijna niemand op dit moment in Nederland besmet is, dat we buiten op anderhalve meter ook moeten houden. Maar kan je knuffelen en naar buiten gaan? Je kan buiten knuffelen, je kan buiten met elkaar contact hebben. En behalve als ik het besmet is. Nee, dat is niet waar. Als de besmetting primair verloopt via de lucht, dan vervliegt het buiten. Waarom is op Hemelsvaartdag eigenlijk bijna niemand extra ziek geworden? Waarom bij de Dam? Waarom Black Lives Matter overal in de wereld geen extra besmettingen? Waarom? Omdat je in buiten niet dat virus in de lucht hebt hangen. En dat vind ik het cruciale. En dat blijkt uit die studies, daar zeggen ze 10% besmet 80%. Dus ja, de superspread events, en dan nog even één punt. U zei van, dat zijn personen die superspreaders zijn. Vandaag in de New York Times, een heel verslag, en ja, daar zeggen ook doktoren, virologen, het zijn niet de personen, het zijn de omstandigheden. Het is niet de sopraan die ervoor zorgt. Dat ze zoveel verspreiden. Nee, haar omstandigheden zorgen dat het virus blijft hangen en dat je vervolgens daardoor besmet wordt. Ik wil heel graag van u horen waarom die anderhalve meter volgens u wel van belang is. Ik had eerst op de transmissie willen ingaan. Het is niet de persoon, het is altijd de host, de gastheer, hoe die zich gedraagt. Gaat iemand ziek naar buiten nu? Of blijft hij echt thuis zoals hij moet? Gedragsregel nummer 1. Als hij dat niet aanhoudt, als er 10 mensen onder geweest waren die wel ziek waren, dan zijn het de personen. Hoe gedragen ze zich? Komen ze dichtbij? Huggen ze? Hoesten ze fout buiten? Als ik nu direct hier in het gezicht zou hoesten, nog een beetje dichterbij. Don't do it. Natuurlijk, hè? En dan zou je terecht heel zenuwachtig worden. Want die grote druppels komen wel over. Ventilatie of niet. Ook op korte afstand, buiten, schouder aan schouder, wordt het gewoon overgedragen. Ja, maar dat is nu mijn stelling. Als je de data analyseert, ja, dan, niet meer. Dan is mijn stelling, als jij dus samen met iemand woont die patiënt is, die patiënt zit je de hele dag bij, als er nou iemand is die jou binnen anderhalve meter Nee, maar dat is mijn punt. Dat wordt bijna genegeerd. En er zijn studies die ik heb gelezen, verschillende studies, die juist zeggen, de grote dreiging is het kleine. Waarom is het kleine zo dreigend? Ja. Omdat als je inademt, adem je dat virus meteen je longen in. En daar brengt hij het kwaad. Nummer 1, op dit moment, uit het Bruno contactonderzoek, de belangrijkste bron is de contact met een COVID-patiënt thuis. Dat is by far de belangrijkste bron die op dit moment uit het bronnencontactonderzoek komt. Met twee opmerkingen. De eerste opmerking is, dat is ongeveer de enige plek waar je het kan hebben. Maar wie zegt dat het thuis ook niet via aerosols gaat? Ik zeg dat het gaat. Dat is natuurlijk, want daar hebben die contacten. Die hebben nog dichte contacten, die komen bij elkaar. En daarom gaat het ook zo langzaam. Het andere is, als het alleen maar die superspreading events waren, en nu komen we naar de getallen aan het kijken, dan kijk je even, op 16 maart is het land in een intelligente lockdown gegaan. De echte grote superspreading event waren de carnaval en de skiing, die zijn in februari beëindigd. Maar het grote gros van de patiënten die wij gevonden hebben, hebben wij gevonden na 15 april.
Dus daar heb je nog koren gehad. Hè? Ja, de overall, daar hebben we nog... We waren op 15 april, denk ik, hadden wij 20.000, 24.000 zieken. Ja, dus daarna zijn er al 13.000 gekomen. U zegt overtuigend aangetoond dat het wel gewoon van via handen en via dichtbij ook gebeurt. Maar anders had meer de afstand. Echt de afstand. En ik geef u zeker gelijk dat het buiten minder is. We zouden het nu kunnen minder. Maar u zegt buiten minder, u zegt buiten niet. Ja, maar dat als ik vanuit mijn data bekijk, dan is bijvoorbeeld het OMT heeft gezegd, we moeten buiten het eigenlijk ook niet doen, want de wedstrijd Bergamo-Valencia, die was buiten geweest. En dat heeft Rutte 3 keer herhaald de afgelopen week gezien. Als je naar de wedstrijd Bergamo-Atalanta kijkt, tegen Valencia, die is in Milaan gespeeld. 40.000 mensen zijn van Bergamo naar Milaan gereisd. Met bussen, met auto's. Hebben in restaurants gegeten. Er zijn mensen in Bergamo die in cafés naar de wedstrijd hebben gekeken. Bijna alle superspread events zijn binnen geweest. En daar zijn jullie... Dus, als je dan met, als OMT en als Rutte met grote stelligheid zegt, wij moeten buiten ook voorzichtig zijn, want het was bij Bergamo, is het gebeurd bij die wedstrijd, dan ben ik... Dat zijn momenten waarop ik inderdaad... Dan gaat er weer eens toe. Want dat is qua statistiek totaal niet terecht dat je dat als argument gebruikt. We gaan meneer Gommers denk ik maar tot scheidsrechter benoemen. U wilde heel graag even... Wat wel belangrijk is... Ik bedoel, volgens mij hebben ze alle twee gelijk. Maar wat we geleerd hebben... Hè, we hadden toen een koor in Goeree Overflakke. En toen zeiden we nou dat in de kerk slecht geventileerd en dergelijke. Daar is uiteindelijk door de afdeling van Marion Koopmans onderzoek gedaan. En toen vonden ze eigenlijk 4 virussen. Dus er was geen één hetzelfde virus. En toen zijn ze verder gaan onderzoeken. Hè? En toen bleken er 4, dat waren een groep die hadden koffie gedronken bij elkaar, hadden een feestje gehad. En dat is heel belangrijk. En dat is ook wat we geleerd hebben van de slachthuizen. We leren continu. Snap je? We hadden het niet gedacht, maar blijkbaar die koude lucht en dan circuleren en niet filteren. Uiteindelijk tonen we aan dat die mensen besmet raken. Dan wordt er gezegd hè, door dat het misschien in de busjes gebeurd is. Nu zegt u, we zien het ook mensen die in andere slachthuizen werken of in visverwerkingsbedrijven die zelf met de auto komen. Maar dat zijn de leermomenten. En volgens mij moeten we leren van elkaar. En daaruit... Iedereen wil het heel zeggen, maar is er tijd op. Nee, maar ik wil nog even wel wat zeggen. Het grote gevaar is het najaar, niet de zomer. Het najaar kan er veel gebeuren in de ruimtes. En waar ik me ontzettend zorgen om maak, dat we in die gesloten ruimtes geen ventilatie hebben, slechte ventilatiesystemen. En daarom heb ik voorgesteld, we moeten nu starten met een deltaplan ventilatie, waarbij alle ruimtes, kantoren, scholen, zorginstellingen, dat daar al die systemen coronaproof zijn. Gisteren heeft Cuomo zelfs gezegd, hij opent gouverneur in New York. Als er ze coronaproof zijn. En als we daar nu niet aan beginnen, dan verliezen we tijd. Hebben we daar geld voor? Moet je kijken hoeveel geld er momenteel uitgegeven wordt. Maar alle gebouwen maar als we dat niet doen, dan krijgen we wel die tweede golf. Oké, laten we de reactie niet krijgen. Krijgen de tweede golf gegarandeerd als we nu alleen maar denken dat 95% veroorzaakt wordt door aerogeen en alles geldt daarin. Als we ons niet aan de gedragsregels houden, aan de afstand en aan dat riddel wat er nu altijd genaamd wordt, dan krijgen we een groot probleem. En ik ben wel het daarmee eens, we moeten naar ventilatie kijken. Ook ventileren. Dat is een belangrijke punt. Goed ventileren. Raam open bij zich bij is al goede ventilatie. Nee, Marlies, we gaan stoppen. En daarom, alle drie dingen, alles doen en niet alleen op ventilatie. Ja.